Multimedia. Oh. Hier staat de plaat van de winkel. We weten het ook de naam van de winkel heet. Ja, kom in de winkel. Hier is de winkel weer. Ja, wij zijn de vlogteam van Multimedia Groep. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, tenminste wel. Ik ben Debbie, ik heb in de Postelstraat in Centrum Zomeren een winkel met huidverzorging en cadeauartikelen. Een verwennerij voor jezelf, maar ook om gezellig cadeautjes te kopen voor een ander. Sparen allemaal dingen in de winkels om dingen graag verkopen. Ja, het is een concept store, dus dat wil zeggen dat je dus eigenlijk alles kan verkopen wat je leuk vindt. Ja, dus ook scrub. Ja, scrub hebben we ook. Daar ben ik al zo fel van. De Sycophan. Die gebruik jij zelf, dat vertelde je al, hè? Klopt, ja, dat ben ik zelf ook. Ja. Ik ben dus goed voor mijn huid, natuurlijk. En waarom heb je ons uitgenodigd? Eigenlijk als idee om te kijken wat Oro, de dagbesteding en wij in het centrum eventueel samen voor leuke dingen kunnen bedenken. Hoe ben je op het idee gekomen? Hoe ben ik op het idee gekomen? Een paar jaar geleden ben ik eigenlijk al op het idee gekomen dat ik toevallig bij Oro terecht kwam. En ik eigenlijk helemaal onder de indruk was wat daar onder andere geknutseld wordt, gemaakt wordt, voor kunstwerken gebakken wordt, noem maar op. En ik dacht, er moeten veel meer mensen nog weten en zien. Want je wil dus gaan kijken of dat zomeren ook iets voor Oro kan betekenen en andersom. Maar aan wat voor dingen moet je dan bijvoorbeeld denken? Het kan zijn van bijvoorbeeld, zoals eerder al is gedaan voor de bakker, de mooie de taartdozen beschilderen. Dat kan zijn zoals vandaag een vlog opnemen. Dat kan van alles zijn. Kun je ons ook even meenemen naar wat je verkoopt? Want ik hou sowieso zelf van lekkere geurtjes. Dus ik ben wel benieuwd wat je allemaal te koop hebt. Nou, dan gaan we jou de lekkere herengeuren laten ruiken. Ondertussen staan we bij de herenparfum. Ja, wij zijn ook mannen tenminste. Ja. Daar zijn er voor. Dat dus noemen ze ook een mannengeur. En ja. Voor wie gaan wij een geur uitzoeken? Of ga jij een geur uitzoeken, Igor? Nee, ik denk Peter tenminste. Maar ik kan dus allemaal niet. Dus ik heb gegeten van je handen. Mijn handen zijn vol. Maar kijk, daar heb ik dit voor. Wapperen we even. Ja, het is af en toe een beetje zonig, dus dan kan ik het is een, nu een beetje sterk, dus moet je een beetje zo. Dat is de eerste. Ja, dat is één. Dat is één, dat is goed. Dat is wel lekker. Vind je die al lekker? Ja, het smaakt goed. Het smaakt goed, ruikt goed. Dan gaan we naar de tweede. Die heeft een hele mooie naam, VTV. Ja, alles lekker. De weddenschap gaat het nu. Het wordt spannend welke het gaat worden. Ja, alles lekker eigenlijk. Deze is wat zoeter. Maar wel echt. Zo zoet als suiker. Zo zoet als suiker, maar wel echt een. Echt een mannengeur, vind je dat ook? Ja, een stoere geur. Ja. Welk geurtje heb je voor mij uitgekozen? Nummer 3. Oké, dan gaan we die uitproberen. Dan gaan we even kijken of die lekker ruikt. En heb je gezien in hoe een mooie fles en doos die zit? Nou, waar wil je het? Je mag jezelf zelf wegpeten als jij wilt. Maar het is wel spannend of jij de goede geur voor hem hebt gekozen. Ik gebruik altijd mijn deodorant onder ja, mijn oksel. Toch? Eeuw, jij hebt een goede keuze gemaakt. Dus ik zou zeggen, als je een zomer komt, of een zomer even bent, loop je gerust even binnen, toch? Ja, goed gezegd. Multimedia. Groen!